En vanavond een hoofdgast die net zoveel van linkse meisjes houdt als dat wij dat doen. Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Feministisch Maandblad. Opzij, welkom Margriet. Welkom. Dag Janne. Ik dacht, mag ik nu eindelijk na 5 minuten? Nou, begint dat gezeik nu al. Ja, het begint... Begint het elleboog gedoe. Omdat wij mannen zijn, zeker. Oh, daar gaan we. Penisnijd. Ja. Lachende vrouw op de koffer van Opzij. Je doet het wel bewust, toch? Nou, omdat het toch wel belangrijk is met een... eigenlijk heeft het te maken met de tweede feministische golf, waarin toch wel heel activistisch dingen op de kaart moesten worden gezet. En daar hoorde daar wel een bepaald toontje bij. En sommige dingen zijn wel bereikt. En is mag dat ook de tijd wel van wat... kut ruikt lekker en zo? Nou, ja. Ja, dat moet eerlijk zeggen. Dat heeft ooit op de cover gestaan. Ja, kut ruikt dat lekker. Dat is trouwens best wel positief. Nou, ja, ik vond het niet echt verhelderend nieuws, als ik heel eerlijk ben. Ja, daarom. Is er dus een kentering, hè, tweede feministische golf? Toen moesten de dames nog op de barricade staan. En waar staan ze nu eigenlijk? Nou, ik denk dat ze er al gewoon in het echte leven staan. En deelnemen aan het, wat dan heel chic heet, het arbeidsproces. En zich melden aan de top. Kan wel wat beter. Misschien is dat het. Het kan allemaal nog steeds iets beter. Dat geldt voor mannen trouwens ook. Maar de tijd van zeuren en hele zuur gezichten. En mondhoeken naar beneden is misschien wel voorbij. Wat is dan het bestaansrecht nog van Opzij? Nou ja. Jij had volgens mij iets getwitterd over je vrouw en de kinderopvang. Ja. Maar doen jullie gaan we over meta gesproken? Nee, zeg maar niet meta. Het probleem is natuurlijk dat de vrouwen vertegenwoordigd weer naar het aanrecht gejaagd worden. Nou, dan denk ik, daar kan ik wel even wat verhalen over maken. Maar doe je dat ook? Ja, dat doen we regelmatig. Tuurlijk. Maar zie, kijk, je hebt de tweede feministische golf gehad. Nou, de derde, ik weet niet helemaal waar we die moeten gaan zoeken. Ja, maar dat is altijd is die een al beetje... aan de gang? Dat is al lang aan de gang. Sinds de jaren 90 is dat En wie al. Proberen we dan nu in het... ik wou zeggen broekpak te hijsen. Het is wel een beetje... Het is wel een beetje zielig dat je al die oude meuk eruit... Ja, met een oude, zure, rechtse mannen. Je recycelt elke grap, hè? Zullen we het nu krijgen dat jullie zure mannen worden? Nou, nee, dat vrouwen heel positief jullie. Zijn. Ja, jullie. Zullen we het dan gewoon over de oplage hebben? Toen jij kwam? Ja. Nou, oké. 42.000. En nu is 35.000. Ja. Komt dat? Met mijn voorgangster, Siska Dresselhuis, haken ook wel vrouwen van haar leeftijd af. Of van omdat die ze doodgaan. Tweede feministische rol. Ja, nou, soms is dat letterlijk het geval. Of schrijven mij brieven van... Nou ja, ik wens jullie alle groets. Ik ben 30 jaar abonnee geweest. Maar ik snap ook wel dat het niet meer mijn blad inmiddels is. En die lezen dan de plus of maar zijn het genieten van de krant. Zeg maar de diehards die af zijn gehaakt... En dat het nu, omdat het nu een soort lifestyle magazine is geworden. Nee, het is zeker geen lifestyle magazine. Ik hoop wel dat je het hebt gelezen, Jan. Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad. Ik heb het droog gebladerd. Maar het probleem, ik heb het wel gelezen, Margriet. Ja, maar het is zeker geen lifestyle magazine. Maar het probleem maar is, maak je zin eens af. Het probleem is dat... dus we hadden ingecalculeerd... daar zal van de oude doelgroep maar iets weggaan. Maar je hoopt ook dat er nieuwe en je hoopt bijkomen. Dat die nieuwe aanklampen. Ja, ik ken dat. En wat nou echt met name ook de afgelopen... nou, misschien al 4 jaar aan de orde is... is dat ook onze doelgroep, dus veertigers, hè, zeg ik even voor het gemak... die kopen niet meer sowieso met abonnementen. Abonnementen sluiten ze dan niet meer af. Maar kopen iedere maand eigenlijk van... ja, wat vind ik deze maand leuk? Jouw voorgangster Dresselhuis die zei van... ik duld geen vrouw met hoofddoek op de redactie. Heb jij die opvatting ook? Nee. Dus jij zou wel een vrouw met een hoofddoek op de redactie nemen? Ja, ik zou wel een leuk gesprek met haar hebben. Maar... Heb je dat al gehad, dat gesprek? Nee, dat is nog niet voorgekomen. Dat? Omdat er geen vacatures waren. Jij ziet een hoofddoek niet als vrouwenonderdrukking? Niet per se, nee. Ja, hoezo niet per se? Nou ja, omdat sommige vrouwen daar een hele afwijkende... maar voor zichzelf hele plausibele verklaring voor hebben. Komt dat niet door de druk van de mannen die daarachter zitten dan? Dat in sommige, en misschien wel in de meeste gevallen, is dat aan de orde. Ik bedoel, als ik Femke Halsema hoor over kindjes op de school van haar kinderen... en op een dag komen er hele kleine meisjes binnen met hoofddoekjes. Ja, dat nou, dat ik probleem van, is opgelost, want onze Fem die heeft die kindjes van de zwarte school gehaald. Ja, maar ik geloof dat dat meerdere redenen had dan alleen maar deze. Ja, dat had er niks mee te maken dat die multiculti toch niet zo beviel. Margriet, we kennen je natuurlijk niet alleen maar van de Opzij... maar ook van Zomergast. Wat was dat nou, joh? Hartstikke leuk om te doen. Geweldige ervaring. Was het ook leuk om naar te kijken, denk je?
Ja, ik denk dat het op momenten ontzettend leuk was om naar te kijken. Ook om je lekker te ergeren, om op te schelden, om later weer een stukje over te maken. Maar kon je het een beetje? Of ik het een beetje kon? Ja, geloof ik wel. Er waren hele leuke en aangename gesprekken. In haar tegen Carice van Houten? Ik geloof dat er op een gegeven moment iets werd gepubliceerd. En nadat het was gepubliceerd... Nou, de haat-oma was weer bezig, hoor. 50 gemiste oproepen. Ja. Mijn vriendin ook. En dat varieerde van de Volkskrant tot shownieuws... om een reactie op... iets wat zij vond naar aanleiding van de uitzending. De pest van Zomergast is dat het 's avonds laat wordt uitgezonden. En Hanneke Groenteman die 's avonds laat de pen pakt... dat leidt bijvoorbeeld tot... de hele mooie avond sloeg dood als een slecht getapt glas bier. Dat kwam niet door jou, Carice. Dat kwam voor 100% door de totaal humorloze, formele... oninteressante en onbekwame manier... waarop Margriet van der Linden je door de avond loodste. Als je dat nou gewoon 's middags had uitgezonden, die Zomergasten... dan had ze dit niet opgeschreven. Want, denk jij... Kwaaie dronk. Ja, het zou denk je, dit is toch, dit is gewoon vijandig, toch? Nou, zo slecht was het toch niet, Margriet? Nee, zo slecht was het zeker niet. Want ik geloof dat ik zelf met het meest kritische oog er naar kijk. En dat is variërend van wat zit die kuif hoog... tot wat zit ik raar op die stoel. En had nou, dat nou gevraagd, ja, trut? Margriet, eerst de roze tuinbroeken... en de derde feminische golf. En nu zijn we bij de mietjes... God, we zitten eraan te denken om een imitatie... Voor mij gaan we... herhouden tot 2 uur hier, hoor. Wordt leuk. Het gaat over de mannen van tegenwoordig. Zijn die door het feminisme eigenlijk een beetje mietjes geworden? Want dat hoor je toch wel vaak, dat wij Nederlandse mannen... niet meer kunnen versieren, geen macho's meer zijn... en iedereen gelijkwaardig zien, alleen een goed gesprek willen... Nou ja. Nou. Hebben jullie het nu over de zogeheten feminisering... Ja. Van de maatschappij? Ja, dat zo woord, heet dat eigenlijk. Dat woord kwamen even niet op. Jullie zeggen, zijn mannen mietjes gehoord? Hey Jan, volgens mij zijn mannen... Ben jij Jan Nunroos? Zijn mannen helemaal jullie, niet... Jullie. Zijn mannen helemaal niet mietjes geworden? Vanavond nog iemand die zei... ik betaal €1500 per maand voor kinderopvang. Mijn vrouw stopt met werken. Ja, diegene ken ik ook. En? Hoe ben je nou? Nou, dan denk ik... 1. Waarom gaat die vrouw niet meer werken dan? Want 3 dagen in de week. Ja, ik weet niet over wie het gaat, maar ik kan wel de details aan leveren. 2. Waarom verandert er niks aan de kinderopvang? Maar er zit wel iets aan vast. Ik bedoel, gaan vrouwen dan ook meer werken? Want er zit ook nog wel een soort recreatiedip in. Weet je wel? Dat het goedkoper wordt. En dat je denkt, nou, dan ga ik lekker naar de Noordermarkt in Amsterdam appeltaart stampen met mijn vriendinnen. En dat kind zit op de crèche, is ook prima. Dus levert dat meer werk op? En denk ik ook bij die vrouw van die €1500... wat was het, per maand, hè? Ja. Waarom stopt die vrouw met werken? Als mijn man was geweest, hadden we hier ook graag te gast gehad, hoor, vanavond. Ja. Ja. Dus het maakt ons geen zak uit welk geslacht je hebt. Ja, maar... Nou, mij wel af en toe, hoor, Jan, als je erg vindt. Ja, maar dat waarom... komt omdat wij zo gaan tongen. Wij, hè? Ja. Ja, wij gaan naar... Jezus. Ja, nou ja, dat is al aangekondigd. Dus dat gaan we dan ook op Twitter doen. Zeker. Ja. Gaan, we ook gaan jullie tongen? Ja, Margriet en ik gaan maar in de studio van Radio 1 een liefdesbaby maken. Ja, maar dit is toch een... Daar maak ik ook geen verschil in. Dat is een hartstikke leuke vind. En ik heb nog nooit met Jan Roos lopen tongen. En nee, maar ook doe zo. Het eens. Nee. Doe het eens. Nee, dan ben ik toch maar even homofoob vanavond. Ik ga niet met Jan Roos tongen. Gaan we nu Erasure draaien? Sunshine. Hoe kom je daar nou sometimes bij? Sometimes heet het. Oh, hey Jan, we gaan niet we hadden het over... Nee, maar we gaan wel muziek draaien. Ja, als jij over tongen met Jan Roos gaat praten... denk ik daar voor tijd jij van het nieuws. Over te hebben, Jan. Jan, kom op, kondig dat... ik begon over. Ik krijg er een rood hoofd van. Ja. Wat een gasodemiet. Dan zitten we hier met Margriet van der Linden te praten... en dan moet ik opeens met Dijkgraaf tongen. Muziek. Wat vind jij van Pound? Pound News? Vind ik... beter worden. Ik had er meer van verwacht. Maar dat is ook weer zo'n... Ja, lekker weet je makkelijk. Wel, jij maakt opzij. Ja, maar ja, weet je... Maar dat komt ook dat je dan met... We gaan het medialandschap veranderen. En, nou, dat ja, doen we toch ook? Ja, het is allemaal nieuw, hoor. Het is al... Zo ander geluid. Nou, soms heb ik het idee dat het een beetje oude Veronica is. Ach, alsjeblieft, zeg. Oude Rob, Popie, nou, wij komen niet naar je toe deze zomer, hoe kan ik je vertellen? Zit oma Joop lekker op het strand. Nou ja, misschien niet deze zomer, maar in deze bewoordingen misschien een beetje wel.
Nou, zullen we het over iets leuks hebben? Want je bent wel lekker... Maar je gaat... Ben ik bezuur? Ja, ander onderwerp. Ja. Misschien komt er niet zo'n jong blond. Dus niet te zuipen? Ja, vind ik wel mooi. Hè? Je moet dus een feminist in, gewoon in de studio nemen. En dan geef een beetje dat, naar kattenpis ruiken. Klopt. En geef een zuur wijntje. Voor eens eventjes over een leuk onderwerp hebben. Een gedeelde hobby, dames. Seks. Lekkere wijven. Ja. Dat is een gedeelde hobby. Zeker. Wat vind jij een lekker wijf? Een lekker wijf? Dat is mijn vrouw. Ja, jezus. Maar die kent onze luisteraar niet, denk ik. Hoe ziet een lekker wijf eruit? Nou, volgens mij is dat... Voor mij is dat een vrouw met wie je kan lachen. Kan praten. Ja, we hebben het niet over de inhoud. We hebben het over de uiterlijke. Ja, kom op, man. Dat is toch voor iedereen verschillend? Ja, maar ik vraag het toch ook aan jou? Wat is voor jou een lekker wijf? Iemand die aandacht besteedt aan de uiterlijk. Blond, donker, krullen, kort haar. Dik, donker haar. Donker. Ja, en een krullen of slag. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Als jij nou op mannen zou vallen, zou Jan Roos dan jouw type zijn? Ja, ja dat zeker. Dat denk ik ook, en, ja. En wat is dat dan? Ik denk dat Jan Roos, en jij trouwens ook, Jan Dijkgraaf... Dank je. Dat jullie toch wel mannen zijn die goed weten wat vrouwen willen. Oeh. En dat ook kunnen waarderen. Zeker weten, af en toe een schop onder de reet. Ik geloof dat jullie allebei zeer sterke vrouwen naast je hebben. Ja, klopt. Ik heb geen fuck te vertellen. Wat leuk dat je de hele uitzending mee geweest. Ja. Is dat een... Ja, dat is een unicum. Ah, nee. Ja, echt. De meeste mensen vluchten echt, hoor. Een kwart over één. Want dan willen ze naar bed. Ja. Zonder ons. Snap jij het? Nee, helemaal niet. Ik wacht op die naneuk. Wat vond je ervan? Ik vind het leuk. Ja? Ja. Beetje cliché vraag, hè, weer. Wat vond je ervan? Wat ging je door je heen? Nee, dat niet. Maar dat ik even over het broekpak begon. Dat ging helemaal mis toen. Ja, maar goed. Weet je, dat kennelijk hoort dat erbij. Is dat de broekpakken, tuinbroeken, de roze dit. En hebben we nog niet eens over scharen gehad. Schaar maar. Oh, godverdamme. Ja, al die dingen. Oh, en scharen. Weet je wel, hoe doen jullie het dan?